Dat schaatsen is trouwens, ik sluit nu even door naar de sport schaatsen. Dit is een computersimulatie die ik ooit gemaakt heb. Is eigenlijk een hele rare sport. Dat wat je doet, is je zet af tegen het ijs terwijl je glijdt. En de vraag is, hoe werkt dat eigenlijk? Want als je hard loopt, dan zet je af tegen een vast punt en je kunt jezelf afduwen. Maar bij het schaatsen glijdt je afduwpunt met je mee. Dus je kan niet tegen het ijs afduwen, schiet je voet weg. Maar je kan wel afzetten. Hoe werkt dat? Nou, dat laat zich heel makkelijk uitleggen. Dit is de schaatser rechts van voren. Hier zie je dat een beetje. Wat je duwt jezelf zijwaarts af en er is een heel klein effect naar voren. Om dat goed uit te leggen, want dit is lastig te begrijpen, is er één beest die ons dat onmiddellijk laat zien. En dat is een chameleon. Die doet dit. Probeer dit maar eens onder de douche. Vroeger had je een stuk zeep. Dat was een hard glad ding waar je mee waste. Vroeger had je die dingen voor. Nu heb je van die tubes en dingen waar je iets op je lichaam doet. En je had een stuk zeep. Als je daarin knijpt in een stuk zeep, dan schiet het weg. Oké? Okay? Nou, er is één beest die maakt daar gebruik van. Dat is een chameleon. Kijk. Dat is een chameleon, daar zit het insect en die is nu heel sterk vertraagd, is die zijn tong aan het wegschieten. Nou, dit insect heeft geen schijn van kans. Insect wordt keurig opgelepeld, hij doet zijn bek al open en trekt de boel naar binnen. Hupsakee, yummy! Hoe werkt dat nou? Er zit in die tong, daar zit een stuk zeep zeg maar, een bordje. Dat is heel glad en er zitten spieren omheen. En die spieren die trekken heel hard aan en dan plotseling schiet dat bot naar voren. Zo doet hij dat. Want dat beest is helemaal niet snel genoeg om dat zo snel te doen. Hij doet dat met een trucje. Nou, denk nu eens na over schaats. Wat je dus doet eigenlijk, dat is vrij langzaam zijwaarts duwen. En je krijgt een grote snelheid naar voren. En dat komt door hetzelfde principe als dat zeepje. Je knijpt erin en je krijgt een klein effect die kant op, maar met een veel grotere snelheid. Dus dat is eigenlijk hoe schaatsen werkt. Kijk, hier zie je het nog een keer in röntgen, dat vind ik wel leuk. Hier zie je het hoorntje van zo'n beest, een beetje een duivelachtig beest. Hier dat. Daar gaat hij, heel langzaam, en op een zeker moment dan gaat hij los. Hupsakee. En je ziet ook trouwens dat op stripverhalen zie je vaak een chameleon met een opgerolde tong. Hè? Dat is fout. Zo ziet het helemaal niet. Iemand heeft dat ooit getekend en andere mensen hebben dat nagedacht. Daarom zo ziet het helemaal niet. Als je dus hard wil schaatsen en zoveel medailles wil halen, dan moet je dat goed doen. Dan moet je heel goed kunnen duwen. Nou, dit is Oscar Matisse, een Noor. Die kon het, dat kun je wel zien. Dit is Irene Wüst, die kan het ook. Die heeft geweldig prijs gereden. En we zijn hier aan het meten met een zuurstofopnamesysteem hoe goed haar motor werkt. Hier hebben we een pak aangedaan bij haar. Dat is een pak met allemaal sensoren. En daarmee kunnen we haar bewegingen meten. Hier is ze aan het schaatsen. Met dat pak. En hier mijn software. Is haar bril even recht aan het zetten, zie je? En nu gaat ze schaatsen. En we kunnen dus helemaal uitzoeken nu hoe dat allemaal werkt. We hebben allemaal gegevens terwijl ze schaatsen. Dat is voor het eerst in de wereld dat dat kan. Dat kon helemaal niet. En nu lukt dat dus. Dus we begrijpen nu hoe Irene Wüst schaatst en wat er zo bijzonder is. Dat gele balletje, dat is het midden van haar, zeg maar. Dat is waar ze tegen afzet. Nou, hier zien we er van boven, want je kan natuurlijk, als je het in de computer hebt, kan je het van alle kanten kijken. Zet de bril er even recht en daar begint ze. En er waren bijzonderheden te zien aan haar schaatsen die de coach niet zag. Want dat is niet zo makkelijk. Je kan op video en kijkend langs de baan kan je niet alles zien. Maar wij konden meer zien. Hier zien we haar rechter afzet en haar linker. Want het blijkt dat ze dat rechts heel goed doet, maar links niet zo goed. Dus we zijn gaan uitzoeken hoe dat werkt. En ik heb haar laten zien wat de invloed is van armzwaai op haar voet. Kijk, haar voet maakt een wripbeweging en daarmee zet ze af tegen het ijs. Als je dat precies goed timet, dan krijg je de mogelijkheid om de bocht in te draaien.
Ze zei nog tegen me van, had nou gezegd dat, dat ik op film kwam, want dan had ik mijn nagels wat beter gemaakt. Ja. Het blijft een vrouw, hè, zo'n sporter. Dan moet je altijd rekening houden. Ja, dat is gewoon. Dat is gewoon. Nou, hier zie je dan de mannen die het gehaald hebben. Echt bizar, hè. 1, 2 en 3 op de 5000 meter, 8 februari. Fantastische overwinning. Je kan dus wel zeggen, in Nederland weten we wel hoe dat moet, dat schaatsen. En toch is het dus zo dat er nieuwe dingen te leren zijn. En dat wetenschap en die sport elkaar iets voor elkaar kunnen betekenen. En 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit betekent eigenlijk dat je helder maakt wat kennis kan betekenen voor de samenleving. En dat is hier glashelder aan te geven. In die zin is dat wel leuk. Nou, dat was eigenlijk het verhaal over waarom we nou eigenlijk linksom lopen en schaatsen.